Mijn naam is Pascal Verleven, ik werk bij de KLM Sleepdienst en mijn werk is het verplaatsen van vliegtuigen. Ja, helemaal goed. Ja, de cabine kan omhoog, zodra we aankomen, zeg maar, gooi je de cabine omhoog, dan hebben we totaal overzicht over de, ja, over het vliegtuig en alles wat er omheen gebeurt. Ik kom aan, selecteer het vliegtuig, nou, in dit geval 747. Krijg je in mijn scherm 747 te staan, dan kan ik aanrijden en dan weet de trekker met welke kracht hij het wiel op het platoon moet trekken. Mocht alles eraf zijn, dan nemen we weer contact op met de piloot. Dan zeggen we dat de check gedaan is en dat we klaar zijn voor vertrek. The push is approved. Release the brakes. Park brake release. Nou, de machine staat nu op een buffer. Die moet naar de pier toe om de klaar te maken voor de vertrek. We slepen met z'n tweeën. We slepen altijd met z'n tweeën. Eén doet de cockpitbediening en het bijremmen, zeg maar, als het eventueel nodig zou zijn. En de ander gaat rijden. Ik ga nu draaien, want ik mag alleen maar vooruit rijden met de trekker tijdens het slepen. Tijdens het rijden met het vliegtuig moet je continu scherp zijn op landende vliegtuigen. Je moet scherp blijven, je moet op blijven letten. Eigenlijk over tevoren weten wat er zou kunnen gaan gebeuren. Ja, deze bier is wel klaar. Je ziet de catering staat erbij. Wordt zo getankt, vracht gaat erin. En dan gaat hij weer. Wij gaan op naar de volgende.